Het EMSAGS-project in Suriname wil het beheer van ambachtelijke en kleinschalige goudwinning verbeteren met milieuvriendelijke mijnbouwtechnologieën. In Compagniekreek, Brokopondo, is een demonstratiesite voor kwikvrije goudmijnbouw opgezet. Tijdens een technische missie werd de werking van milieuverantwoorde goudmijnbouwsystemen goud gedemonstreerd, inclusief de Icon Gold Concentrator en de Shaking Table. De delegatie bezocht ook het MTech in Brokopondo, een opleidings- en uitbreidingscentrum voor milieuvriendelijke kleinschalige goudmijnbouw. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 24 februari tot 8 maart 2024 bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 47 SAD en 60 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 38 SAD en 95 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie. De LBO Lachmond School bracht onlangs een bezoek aan het resortkantoor Houttuin van het ministerie van LVV. De kinderen kregen een rondleiding en namen deel aan activiteiten waarbij ze leerden over plantmateriaal en verschillende planttechnieken, zoals marcoteren, oculeren en enten. Na een theoretische uitleg pasten ze deze kennis praktisch toe op het resort. De begeleiders waren onder de indruk van hoe de LVV-voorlichters de kennis overbrachten en moedigen andere scholen aan om ook zulke bezoeken te organiseren voor kinderen.